Er zijn nogal wat mensen die maken een gedachtefout wanneer ze het hebben over zichzelf ontwikkelen. Of wanneer ze het hebben over een training volgen. Weet je, je kan 2 of 3 dagen lang een project management training volgen. Een planningstraining, risicomanagement of een gedragsmatige training, assertiviteit, leiderschap, communicatie, maakt allemaal niet uit. Als je dan denkt dat dat voldoende is, dan heb je het erg mis. Weet je, een training moet je zien als een tussenstation van een treinreis. Het is een moment waarin je even stilstaat, waarin je even nadenkt, maar daarna gaat de trein verder. Het werkelijke leren, dat vindt plaats in de praktijk. Nou, hoe kan je er nou voor zorgen dat je training iets meer is, ja, dan zo'n tussenstation, zo'n stilstaandstation. Sommige mensen die stappen door de ene deur in, die lopen dan door de coupé en die lopen door de andere uit. Zo ziet men leren dan. Hè? Men gaat naar een training en dan komt men de volgende week weer terug op het werk en dan doet men weer hetzelfde wat men altijd deed. En als de baas het over een jaar bij het eindejaarsgesprek het daarover heeft, dan zeggen we, ja, dat deugt van alles niet aan de organisatie. Maar laat ik je wat vertellen. Leren, zichzelf ontwikkelen, dat is iets wat je dagelijks doet. Eigenlijk moet je zo in het leven staan, dat alles wat je doet, dat je dat doet om aan het eind van de dag iets geleerd te hebben. En dat is, als je dat doet, dan gaan trainingen daadwerkelijk zijn waarde opleveren. En laat ik nou eerlijk zijn, meestal wordt een training door je werkgever betaald. En vind jij het eerlijk dat je een weekendje uit bent, een weekje uit bent, heel veel lol hebt en er daarna niks mee doet? Nee, als het jouw geld zou zijn, dan zou je daar heel anders over denken. Daarom wil ik je uitdagen. Ik wil je uitdagen om te beginnen nu, op dit moment, met een leertraject. Wat ga ik vandaag leren? Wat kan ik leren? En weet je wat nou het grappige is? Men heeft wel eens onderzoek gedaan. En als je mensen leerdoelstellingen geeft of prestatiedoelstellingen geeft, dan blijkt dat mensen met leerdoelstellingen betere prestaties leveren dan mensen met prestatiedoelstellingen. Dat is vreemd, hè? Maar dat is wel zo. Wil jij excelleren? Begin dan eerst met te leren van dag tot dag.